Hallo allemaal en super tot de Een nieuwe video op het YouTube-kanaal van het Crypto Instituut. Het is vandaag dinsdag 6 september en op deze dinsdag 6 september spreken we een korte prijsupdate over Matic, oftewel Polygon. Maar voor we deze korte prijsupdate over deze Altcoin al gaan bespreken, moet je natuurlijk zoals altijd eerst melden. dat deze video op geen enkele manier geïmporteerd worden als financieel advies. Als je daarom hoogstens alleen maar kan gebruiken voor educatieve doeleinden. Ben je daarnaast nieuw op het YouTube-kanaal en wil je vaker video's over Matic zien? Abonneer dan zeker even op het YouTube kanaal door op de abonneer knop te klikken. En laat ook zeker een duimpje omhoog achter. Als we nu zoals altijd bij de kortste deze beginnen op het dagelijks tijdframe. Dan zien we op dit moment natuurlijk een aardige rode candle op het dagelijks tijdframe voor Matic. Dat zien we natuurlijk bij meerdere coins in de cryptomarkt. Want we zagen natuurlijk aan het begin van de avond dat Bitcoin begon aan zijn correctie. En uiteindelijk ook onder de 19.000 dollar is gezakt. En dit ook natuurlijk verschillende altcoins aardig de rode cijfers ingetrokken heeft. En op dit moment zien we voor Matic ongeveer een daling van 6,5% op deze Dinsdag. Als we nu als eerste kijken naar het dagelijkse tijdframe naar die ime ribben. Dan zien we dat we op dit moment helaas onder die ribben zitten op dat dagelijkse tijdframe voor Matic. Die ribben begint namelijk bij een koers van ongeveer de 82,8 dollar cent. En loopt helemaal door tot en met een koers van 85,3 cent. Weet Matic uiteindelijk de dag af te sluiten boven 82,8 dollar cent. Dan hebben we natuurlijk nog steeds die onderkant van die ribben als support. Lukt dat niet, sluiten we daaronder, dan wordt natuurlijk de volledige ribben weer resistance. Samen met op dit moment de 100 IMA die midden in de ribben ligt. Dat is natuurlijk die lichtblauwe lijn. En die ligt op dit moment ongeveer bij een koers van de 84,3 dollar cent. Gaan we dan nou nu kijken naar de RSI op het dagelijks tijdframe voor Matic. Dan zagen we op de RSI wel overduidelijk het signaal dat we een afkoeling konden verwachten. Als we namelijk kijken, dan zien we dat de RSI een top zet op de 18e van juli. Met ongeveer een koers van 86 dollar cent. Uiteindelijk zijn we met Matic in het begin van augustus, richting het midden van augustus, natuurlijk nog een stukje hoger gegaan. We hebben een daily candle geclosed bij ongeveer een prijs even van 1,03 cent. Maar je ziet op de RSI dat we echt wel een stuk lager zijn gegaan. We zijn gewoon zelfs onder het overbacht gebied gebleven, dus onder de 70 RSI. En daarbij zie je natuurlijk overduidelijk. Dat er een persdivergentie is aangemaakt door Matic op dat dagelijks tijdframe. Dus dat was natuurlijk wel ook een van de redenen dat Matic wellicht wat rijper was voor een correctie. Uiteindelijk zagen we natuurlijk ook dat Matic een correctietje kreeg van een aantal dagen op een rij rood. En als we dan hier heel erg gaan inzoomen, dan zien we op dit moment dat er hier een heel erg mooie bullish-divergentie werd gevormd. We zien namelijk dat de koers een heel klein beetje de candle body iets lager sluit onder die 77 dollar cent. En de RSI wel gewoon een mooie hogere bodem maakt. Vanaf daar hebben we dus weer een mooie opleving gekregen. En op dit moment zien we dus dat we weer een iets stevigere correctie krijgen. En dat we op dit moment ook helaas natuurlijk weer die 50 RSI kwijtraken als support zijnde. En daarmee op dit moment dus weer terug zijn in Paris gebied op basis van de RSI op het dagelijks tijdframe. Als we dan nu gaan kijken naar de verdere support- en resistance levels voor Matic, dan meten we voor de resistance levels de Fibonacci uit die komt vanuit de top die gezet is in maart naar de bodem van deze bear market op dit moment. En dan zien we op dit moment dat we helaas een 0382 dus aan het verliezen zijn bij die 86,5 dollar cent. Deze zal natuurlijk op dit moment weer resistance gaan worden, mocht Matic dus niet meer erin slagen om een opleving naar boven toe te krijgen vandaag. Weten we uiteindelijk weer verder omhoog te kijken, dan kijken we dus door naar die 0.5 bij 1 dollar en 3 cent. En daarna de golden pocket tussen 1,20 en 1,25. dollar en cent. Kijken we dan naar de support levels, dan meten we een firmenartje uit die komt vanuit de bear market bodem. Naar de top die gezet is in augustus. En als we deze firmenartje dan uitmeten, dan zien we op dit moment dat we dus helaas die 0.236 zijn verloren. Die ligt bij 87,8 dollar cent. En wat we op dit moment dus eigenlijk aan het doorkijken zijn naar die 0,382 bij de 77 dollarcent. cent. Hier staan de lows van het einde van augustus. Er staat ook een tijdelijke low aan het begin van mei, voordat we dus nog een stukje verder omlaag gingen. En daarna vinden we 0,5 terug bij de 68,5 dollar cent. Voordat je bij de Golden Pocket aankomt tussen de 60 dollar cent ongeveer en de 57,5. Als we op dit moment op het dagelijks tijdframe verder kijken, dan zien we voor Matic overduidelijk dat er in ieder geval één level is wat we heel erg graag willen vasthouden. Dat is namelijk level bij de 75 dollar cent. Als we daar namelijk een horizontale lijn plaatsen, dan zie je dat die 75 dollar cent eigenlijk de scheiding maakt tussen de range eronder. Die eigenlijk dus doorloopt naar de bear market bodem om bij de 33 dollar cent en dus de range boven die op dit moment doorloopt naar 1,50 dollar. Je ziet namelijk dat die 75 cent resistance wordt in het begin van mei. En vanuit daar corrigeren we verder. En daarna zie je dus dat we continu, nadat we erboven boven zijn gekomen in het midden van juli. support weten te pakken rond dat level. Dus het is voor Matic echt key om die 75 cent in ieder geval vast te houden. Om dus boven in de prijsrange te blijven en niet teruggedrukt te worden in die range die dus onder ligt. In de periode van het midden van mei ongeveer tot en met dus het midden van juli. Kijken we dan verder op dit moment omhoog. Dan wil je op dit moment dus eigenlijk weer zo snel mogelijk juist de 1 dollar gaan gainen. Als we daar natuurlijk een lijn in zetten. 1 dollar is een psychologisch prijslevel zoals vaker besproken. Maakt dan natuurlijk het level al een stukje zwaarder. En je ziet ook heel erg mooi want dat die 1 dollar ongeveer de support is geweest in het hele prille begin van mei. Daarna zien we dus aan het einde van juli een aantal keren resistors. In augustus weten we dus kortstondig erin te komen. We worden eigenlijk meteen weer eronder gegooid. Dus je ziet op dit moment dat 1 dollar in ieder geval een level is wat we heel erg graag willen kennen. Om dus echt weer verder te kunnen kijken naar de volgende range. En op dit moment wil je dus de 75 dollar cent in ieder geval als support zijnde vasthouden. Als laatste hebben we op dit moment voor Matic, als we gaan meten vanuit de bear market bodem, een heel erg mooie support line. Deze supportlijn loopt namelijk als volgt. En dan zal je zien dat we deze natuurlijk uiteindelijk zijn doorbroken. En meerdere malen algerietest hebben als resistance zijnde. Het is dus voor Matic heel erg belangrijk om uiteindelijk weer boven deze lijn te komen. En deze natuurlijk weer tot support te flippen. Zoals we in het begin zagen voor deze lijn. Maar deze is dus nu continu resistance. Deze lijn ligt ongeveer op dit moment bij een koers van de. 94 cent. Dus dat is op dit moment het level wat je wilt gainen. Maar deze lijn loopt natuurlijk opwaarts. Dus mocht de koers een tijdje zijwaarts gaan of een stukje corrigeren. Dan zal deze natuurlijk verder omhoog lopen. En zullen we hem echt pas over een tijdje weer tegen gaan komen als resistance zijnde. Maar hou sowieso deze lijn in de gaten. Je ziet gewoon in het begin support. En daarna wordt hij dus gewoon keiharde resistance. Als we dan nu doorgaan naar het 4 uur tijdsframe voor Matic. Dan beginnen we op het 4 uur tijdsframe ook met het kijken naar die IMA ribben. Nou het is geen verrassing dat we deze natuurlijk volledig kwijt zijn geraakt. Met de stevige correctie die we zien in de huidige 4 uur candle. Dat is dus ook de correctie waar ik het juist in het begin van de video over had. Op dit moment zien we dus dat alle IMA's ook weer resistent zijn op het 4 uur tijdsframe. Als het uiteindelijk over 18 minuten natuurlijk de 4 uur candle closed. Zoals die op dit moment ervoor staat. Dan ligt de 200 IME ongeveer bij 85 dollar cent. Bij 85,5 dollar cent vindt de 100 IME terug. En de libben loopt tussen de koers van 86,2 dollar cent tot en met ongeveer de 87,8 dollar cent. Dus dat zijn op dit moment in ieder geval de IME levels die we als gezins tegemoet kunnen zien. Als we dan nu gaan kijken gelijk naar de RSI op het 4 uur tijdsframe. Dan zagen we op de RSI dat daar natuurlijk ook een afkoeling aan het plaatsvinden was. We zien echter dat hier niet echt per se een bearish divergentie werd aangemaakt qua stapeling. Maar als we hier lokale gaan kijken dan zien we wel dat de koers echt minimaal uiteindelijk voor de correctie dus kwam. Nog een nieuwe high heeft gezet met candle body close. RSI zet een lagere top en dat wijst natuurlijk op een bearish divergentie. En deze is natuurlijk zoals je op dit moment ziet stevig aan het uitspelen. Mede dus door de correctie die we natuurlijk voor bitcoin zagen plaatsvinden. Kijken we op dit moment dan omlaag op die RSI, dan zien we ook tegelijkertijd dat de kans heel erg groot is dat we een hidden bullish divergentie gaan aanmaken. Kijken we bijvoorbeeld naar de RSI-low van de 29e van augustus, dan zien we op dit moment dat we dus met een flinke correctie vanuit deze 4-uur-candle met de RSI laag zijn gekomen dan het level van de 40. Maar dat we op de koers echt nog wel een flinke spanning hebben van ongeveer 5 dollar cent. Dat wijst natuurlijk op dit moment wel dat we bezig zijn met het maken van die hidden bullish divergenties. Waarbij de RSI dus lager gaat en de koers hoger blijft. En mochten we natuurlijk nog verder gaan corrigeren, dan zal die RSI nog verder omlaag komen. En is de kans natuurlijk alleen maar groter dat we daadwerkelijk die Hidden bullish Divergentie gaan aanmaken. Deze is op dit moment dus langzaam maar zeker aan het ontstaan. En zij is er nog niet, dus het duurt nog wel eventjes voordat hij natuurlijk daadwerkelijk staat. Maar het ziet er wel positief uit dat we natuurlijk deze aan het aanmaken zijn. Als we dan nu gaan kijken naar de resistance en support levels die we kunnen uitmeten op basis van Fibonacci, dan meten we voor de resistance levels een Fibonacci uit. Die komt vanuit de top die hier gezet is in augustus naar dus de bodem. En als we deze Fibonacci uitmeten, dan zien we dus dat we keihard gereject zijn bij de 0,5 bij 90 dollar cent. En dat we op dit moment de 0,236 hebben weten te retesten bij 82,5 dollar cent. Lukt het ons niet om deze vast te houden, wordt het level natuurlijk weer resistance. En daarna komen we weer bij die 0382 aan, bij ongeveer de 87 dollar cent. En als we uiteindelijk ook boven die 0,5 komen, dan kom je dus bij de Golden Pocket aan, tussen de 94 en de 95 dollar cent. En de 0786 van deze Fibonacci zien we terug bij de 99 dollar cent. Kijk op dit moment naar de huidige support levels. Dan meet je natuurlijk een Fibonacci uit die komt vanuit deze bodem naar de huidige top. En als we deze minuutje uitmeten, dan zien we dus dat we bijna de Golden Pocket als support hebben opgezocht. We zijn er net bovenop gebouwd. Deze Golden Pocket ligt namelijk tussen de 81,5 en de 82 dollar cent. En op dit moment zien we dus dat we in ieder geval de 0,5 lijken te verliezen. We hebben natuurlijk nog wel een klein kwartiertje om dit helemaal te kunnen repareren. Deze ligt namelijk bij de 84 dollar cent. Gaat met de uiteindelijke klagen ook onder die Golden Pocket, dan is 0,786 een target. 79 dollar cent voordat je dus bij die loos aankomt van het einde van augustus. 75,6 dollar cent. En de 1,236 en de 1,618 zijn de potentiële volgende targets Op het moment dat dus die loos aange van het einde van augustus. Dan heb je dus 71,7 dollar cent 1,236. En 65,3 dollar cent 1,618. Als we dan nu als laatste Echt puur gaan kijken naar hoe deze lokale range er eigenlijk uitziet op het 4 uur tijdsframe. Kijken we als eerste naar de structuur. En als we kijken naar deze structuur, dan zagen we eigenlijk heel erg mooi dat, natuurlijk, als we gaan kijken vanuit de 18e van juli dat er een top wordt gezet, een bodem, een higher high, hogere bodem, hogere top. Daarna zien we dus dat we aan het einde van augustus ongeveer beginnen met het zetten van een lagere bodem ten opzichte van. Van die bonen die je zet aan het begin van die maand, die ongeveer lag bij 85 dollar cent. En daarna zien we dus dat we met deze high, die dus is gekomen tot 90 dollar cent, een lower high ook zetten ten opzichte van die high die dus gezet is rond de 13e van vorige maand. Op dit moment lijkt het dus op dat we dus bezig zijn met een structuur switch op dat 4 uur tijdframe. Het is daarvoor dus belangrijk op dit moment dat we in ieder geval die bonen van de 75 dollar cent vasthouden. Vallen we daaronder, dan kan je eigenlijk wel echt spreken dat we overduidelijk dus een structuur aan het veranderen zien op het vier tijdsframe. En deze ook over wat grotere tijdspannen gaan zien. Dus dat is op dit moment iets wat we natuurlijk niet willen zien. We willen natuurlijk liever dat we doorgaan met deze lokale uprange. Waarbij we dus heel erg mooi vanuit een bodem een high hebben weten te zetten. En vanuit daar dus heel erg mooi weer een hogere bodem hebben weten te zetten. En dus nu op dit moment ook weer een nieuwe high high lokaal gezien. Dus dat is op dit moment in ieder geval iets dat we willen vasthouden. Die 75 dollar cent. Die dus de onderkant vertegenwoordigen van ongeveer die range van het einde van augustus. Kijken we verder op dit moment omhoog. Dan wil je dus 90 dollar cent kraken. Daar zijn op dit moment dus de huidige highs van deze maand. Dat level wil je dus breken om dus verder te gaan in die lokale uptrend op het 4 uur tijdsframe. Voordat we dus echt weer verder omhoog kunnen gaan kijken. Om uiteindelijk ook daadwerkelijk weer terug bij die 1 dollar aan te komen. Nou, als dit het vlees een korte prijsdate over Matic. Vond je dit video leuk, laat dan zeker een duimpje omhoog achter. En ben je geen YouTube kanaal, doe dan zeker in de te klikken. En ben je nog van onze community, doe zeker via het linkje in de beschrijving. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Instagram. Een link in onze Instagram vind je namelijk in de bio. Want morgenochtend zal op ons Instagram kanaal in onze story een poll verschijnen. Met de keuze tussen twee altcoins. En daar zal morgenavond een video over verschijnen. Dus wens jullie voor nu nog een hele fijne dinsdagavond toe. En dan spreek ik jullie morgen weer. Tot morgen.